Welkom weer vanavond bij een nieuwe uitzending van Laat je bemoedigen. Ik merk dat heel veel mensen kijken, trouw kijken, soms wel eens vergeten, maar dat het ook erg gewaardeerd wordt. Mooi dat we in deze tijd waarin veel niet kan, veel bijeenkomsten niet doorgaan, toch met elkaar het woord kunnen openen, erover na kunnen denken en een boodschap mogen meegeven. Ik wil dat vanavond met u doen vanuit psalm 139. Misschien zegt u even welke psalm, maar als ik even couplet vast citeer het eerste. Niets is de open majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Dan herkent u de psalm wel. En ik ga eerst de eerste twaalf versen met u lezen. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht. Ja, deze psalm, althans het eerste deel ervan. Ik leg de nadruk even wat op het begin. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Kijk. Ik spreek woorden tegen u. U kunt ze horen. U kunt erover nadenken. Ik kan een bepaalde mening geven, een bepaalde gedachten uitspreken. En u kunt dat horen. Maar mijn gedachten kunt u niet zien. U weet niet wat ik denk. Ik weet niet wat u denkt. En gedachten kunnen alle kanten opgaan. Er zijn mensen die ontzettend veel last hebben van gedachten die eigenlijk voor hun gevoel er totaal niet horen. Gedachten die eigenlijk heel vreemd zijn. Soms heel ernstig. Een jongen bijvoorbeeld die altijd met de trein naar school gaat en die dan zo staand bij de rand van het perron als het ware de gedachte in zich krijgt van spring voor die trein terwijl die helemaal niet levensmoe is. Of een man, ik heb hem meegemaakt, een ouderling in een kerk, gewaardeerd. Een man waar je op bouwen kon, mooie dingen zeggen kon over de Bijbel, over het geloof. Tot hij me in een vertrouwelijk gesprek eens toevertrouwde, dominee, af en toe, dan, dan komt dat zo omhoog dan is het net alsof ik vloeken moet. En je duwt die gedachten weg. Gedachten die kunnen zo verkeerd zijn. Dwanggedachten. Schijnt zo te zijn dat één op de vijfentwintig mensen last heeft van zulke gedachten. En niet iedereen, maar toch velen daarvan moeten ook in een soort therapie of met... Iemand daarover spreken. Maar denk daar eens goed over na. Want ik hoor u denken naar aanleiding van die woorden uit deze psalm. Dus God kent mijn gedachten. Dat schrik je toch? Of die gedachten zo verkeerd zijn. God kent mijn gedachten. Dat is eigenlijk de kern van deze tekst. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Daar wordt mee bedoeld, u weet wanneer ik dit of dat ga doen. U begrijpt van verre mijn gedachten. Van verre. Niet alleen van, van God vandaan naar mij toe. Maar als ze bij mij, bij wijze spreken, er nog niet eens zijn. U weet het al. U staat aan het begin. En als je daarover nadenkt. En je zou met iemand zo in gesprek zijn die zulke gedachten heeft, zoals ik net in een paar voorbeelden aangaf, dan, dan raak je toch alleen nog maar meer in de put. Dat God dat allemaal van mij weet. U ziet mij. U, u weet werkelijk wie ik ben. U weet wat er door mij heen gaat. En gedachten die kunnen inderdaad alle kanten opgaan. Zoals die ene vrouw. Ze had het avondmaal mogen vieren in de kerk. Ze had een gezegende dienst gehad. En ze ging blij naar huis. En er zat de vogel in de kooi en ze gaf hem, zoals ze dat vaker deed, een stukje brood. En ineens kwam die gedachte omhoog. Zo, nou kan Pietje ook avondmaal vieren. En ze schrok ervan. Durf je het Zo oneerbiedig. En je raakt aan het twijfelen. Was het dan wel echt dat ik daar aan die tafel zat? Ging het mij werkelijk om Christus? Om zijn bloed, om zijn sterven, om zijn opstanding. Kijk, er is een verschil tussen gewone gedachten en invallende gedachten. Gedachten die zomaar komen, zoals dat voorbeeld van die ene vrouw. Gedachten die je allemaal wel hebt. Je ziet iets en je moet ineens aan iets heel anders denken. Je bent ergens mee bezig en ineens komt die gedachte aan een boodschap die je vergeten bent. Of aan iets wat kapot is in huis. Heeft er totaal niets mee te maken. Maar zo gaan de gedachten. En zulke gedachten kunnen je schuldig laten voelen. Zeker als het gaat om de heilige dingen. Om het leven tegenover God. Ja, en dan kun je Psalm 139 ook misbruiken. En zo is het wel gebeurd. Want het staat er dan toch maar. Hier, u doorgrondt, u kent mij, mijn zitten, mijn staan, mijn gedachten, u kent ze van verre. Als je daar goed over nadenkt, dan maakt je dat alleen maar benauwd, dat God alle dingen van je weet. En dat God mijn diepste gedachten, die ik tegen niemand vertel, zelfs tegen mijn geliefde nog niet, dat God die zou weten. Ik zei al. Dan maak je misbruik van Psalm 139. Want Psalm 139 is niet een soort verhandeling over hoe God als een Big Brother alles van mij ziet. En als het ware, zodra ik maar één verkeerde gedachte heb, al met zijn vinger naar me wijst. Nee, Psalm 139, pak hem er nog eens bij, zou ik zeggen. Of luister nog eens. Heren, zo staat er aan het begin. Vijf hoofdletters. De verbondsnaam. Een psalm die vanuit het geloof geschreven wordt. Een psalm waarin je merkt dat hij het diep beleeft. Want even verderop zegt hij het ook. Waar ik ook heen ga. Ik zou naar het uiterste van de aarde kunnen gaan. U bent daar. En dat is me allemaal veel te wonderlijk. Ik kan het maar niet begrijpen. Zo bedoelt hij eigenlijk te zeggen. En even later, dan komt er een gedeelte in diezelfde psalm waarin hij het erover heeft: U hebt mij geschapen. U hebt mij gevormd. Manieren, de zetel van het gevoel. Zo werd dat in die tijd beleefd. U hebt het gevormd. U hebt het gemaakt. Daarom, de psalm komt vanuit een hele andere hoek te De psalm komt juist vanuit dat vertrouwde. Er is een God in de hemel die mij kent en die mij ziet en die mij hoort en die van mij weet. De psalm klinkt niet als een God die alleen maar toeziet of er niet iets verkeerds gedacht wordt, maar een psalm waarin God als een vader is, als die goede herder. Die er op al die momenten van mijn leven is, ook als dat moeilijk is. En hij weet wat mijn, diepe gedacht, mijn diepste gedachten zijn, wat de basis van mijn leven is, want de basisgedachten van mijn leven zijn inderdaad van nature zonde. Alleen het mag anders worden in het geloof. Waar je de Heer Jezus mag leren kennen. En waar je mag weten dat Zijn genade, Zijn verzoenend sterven aan het kruis en Zijn opstanding, dat eeuwige wonder, dat dat ook voor u, voor jou, voor mij mag zijn. Dat dat heel persoonlijk mag zijn. Dan geeft dat rust en dan geeft dat troost. En jawel, dan zijn er die invallende gedachten, die soms inderdaad bijna spottend kunnen zijn maar door het bloed van Jezus Christus mag ik dan weten dat ik van hem ben dat die gedachten die misschien wel niet uitgesproken worden die me misschien wel wat bang maken dat dat zo naar mij toe komt dat die gedachten toch door het verzoenende bloed van Jezus Christus vergeven zijn nee dan zijn de zonden niet weg dan komt dat nog altijd weer naar boven. Maar dan mag ik ook in mijn leven leren: die God, die zo groot is en zo rijk en die zo naar mij omkijkt, die mag ik aanbidden, die mag ik loven en danken. Dat is wat de psalmdichter hier ook doet. Daarom eindigt die Psalm ook met, met woorden die we soms niet eens kunnen bevatten als het gaat over de vijanden. Dat de vijanden maar dood mogen zijn en dat ze maar weggedaan mogen worden. Dan, dat, dat, dat mag de Psalm dichter zeggen, omdat hij zo groot van God wil spreken, dat hij het niet hebben kan als er iemand is die niet groot over God spreekt. En die misschien heel bewust met spottende gedachten rondloopt en dat niet onder stoelen of banken steekt. Weet u, als u deze psalm zo doorleest, dan valt het op dat er heel vaak ik sta, of mij, of u, heel persoonlijk. Het is geen psalm over God. Het is niet, dat zei ik al, het is niet over God spreken, want hij ziet alles, denk erom, maar het is een psalm met God. Ik mag met God door het leven gaan. En dat stelt dan vanmiddag ook scherpe vragen aan ons. Dan komt het naar je toe. Wie is die God? Die God die onder u verkondigd wordt, die God die u beleidt, die God die u dienen wil. Wie is die God werkelijk voor u? Die God op afstand? Waar ik alleen maar bang voor ben. Die God die mij controleert. Die God die ik nu eenmaal dien omdat ik dat van mijn ouders heb meegekregen. Die Is het alleen maar nazeggen? En zo'n psalm kun je ook zingen. Is het alleen maar nazingen? Nadoen? Zoals je in je opvoeding hebt geleerd. Je zult niet vloeken. Nee, dat doen we niet. Is het dat alleen maar? Dat hou je niet vol hoor. Dan probeer je je te verbergen. Dan ben je misschien wel naar de buitenkant iemand waar je tegenop kan kijken, maar van binnen heel anders. Dan zijn het niet zomaar wat invallende gedachten die je nu eenmaal zijn. Maar dan is het een hart dat nog leeft en vastzit aan de zonde. Dan zei ik net, er worden ons, als we daar zo over nadenken, scherpe vragen gesteld. Komt naar ons toe. En dan mag je heel dicht bij die God blijven. Dat proef je ook in die psalm, als hij dat zo zegt. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is me te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. De dichter is helemaal verwonderd over hoe groot deze God is, die alle dingen van zijn leven weet. En dan zeg ik het u ook: blijf maar dicht bij deze God. Blijf maar dicht bij dat vaderhart. Waar je met de nood van je eigen leven. Ook als er die momenten zijn waar je je over schaamt, en die gedachten, en die invallen, en noem het maar op, die zo naar boven komen. Blijf maar dicht bij die God. Vertrouw je leven maar aan Hem toe. U weet het zelf wel als we soms met iemand die ons. In onze familiekring of kennissenkring die ons een beetje nabij is, en we praten er eens over, met, over iets met, met die ander. Dat die ander soms ook zo makkelijk kan zeggen: Joh, dat moet je niet zo doen, dat moet je zus doen. Dan denk je: denkt, Ja, dat helpt me ook niet veel. Of je zit in de put, je hebt het moeilijk, en we kunnen het in veel omstandigheden moeilijk hebben. En iemand die hoort je aan en die zegt: Nou, kop op hoor, komt wel weer goed. Nee, het komt helemaal niet goed. Voel je aan. Die anderen bedoelden het wel goed. Maar die weet niet wat het ten diepste in je leeft. God wel. Dat is de troost. En dan mag je dan ook wel tegen die ander zeggen, die met zijn goedbedoelde opmerkingen er misschien toch naast zit. Ja, maar de Vader in de hemel kent mij. En ik weet van alle dingen, mijn zitten, mijn staan, noem het maar op. Hij kent mij. Dat mag heel persoonlijk zijn, in de zin van als we tobben, ziekte, andere... Zorgen die er in het leven gekomen zijn, eenzaamheid. Maar dat mag ook gemeenschappelijk zijn. Als we als gemeente juist zo goed beseffen wat het betekent dat we dit nog steeds maar moeten volhouden: dat gemis elkaar niet zo kunnen zien en met elkaar kunnen zingen zoals we dat zouden willen, dan zou je zo'n psalm dan van harte weer mee kunnen zingen. Als het orgel inzet en je zingt met heel je hart en met heel je mond dan ook weer mee. En te midden van die, die warboel die er in je gedachten kan zijn, daar wil die God ook nieuwe gedachten geven. Want dat is dat leven met Jezus. Dat is dat leven dat boven dit leven uitkijkt. De opgestane. Die na Pasen voor de hemelvaart nog met zijn discipelen sprak over die komende dingen. Die hen wees op de komst van dat koninkrijk. Nieuwe dingen. Een koninkrijk dat komt. Waarin geen boze en kwade gedachten meer zullen zijn. Maar waarin we alleen maar de lof van God kunnen bezingen. Waarin we met heel ons hart bevrijd zijn. Van al die machten die ons tot nu toe in deze wereld nog steeds weer vasthouden. Die God, die mogen we kennen. Die mogen we volgen. En dan mijn zitten en mijn staan en mijn gaan en mijn handelen. Hij is erbij. Ga maar met die God op weg door het leven. Amen. Zullen we samen ook. Bidden en danken. Heere God, u kent ons. Wat is dat een heerlijk groot wonder, zoals de Psalmdichter dat onder woorden mocht brengen? Een troost, dat u er bent. Ook als de wegen van het leven moeizaam of moeilijk zijn, in tijden van eenzaamheid, van verdriet. Maar ook als we. Misschien het leven best wel aan kunnen. Als het allemaal meevalt. Als we nog genieten van een goede gezondheid. Als we nog allerlei taken in deze wereld zien en aankunnen. Ook dan. U kent ons. U weet. Ook als er die verkeerde gedachten zijn. Heeren, we bidden. Dat we dan ook voortdurend mogen weten, dat we mogen pleiten op die vergeving in U, de Heer Jezus Christus alleen. Dank u wel dat dat grote wonder van Pasen zo steeds weer uitgewerkt mag worden. Dat het ook in de dagelijkse dingen betekenis krijgt. En dat we weten mogen van de overwinning. Die er was op die eerste paasdag en die er nog steeds is elke zondag. De dag van u als het verkondigd wordt, maar ook elke dag van ons leven. Wilt u met ons gaan in het leven? En als de weg moeilijk is, houdt u ons daarop vast, mogen we dicht bij u blijven? En als we vaak afdwalen, roep ons maar terug, opdat we sporen niet kwijtraken, opdat we uitzicht mogen hebben. Op dat koninkrijk waarin alles nieuw is. Samen bidden we dat in Jezus' naam. Amen. Ja, en hoe kan het anders? We gaan nu samen luisteren naar Psalm 139. Ik lees het eerste vers nog een keer voor. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrond mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. U allemaal weer hartelijk voor het kijken, het luisteren. Neem de gedachten mee. Gods zegen in uw verdere leven, levensweg, hoe die ook is, hij kent het. Dag.